Of je nou wilt weten hoe een tochtje door de jungle eruit ziet, of gewoon met een drankje wil luieren in de zon, er is voor ieder wat wils. De sfeer zit er goed in op de vakantiebeurs. En voor komende zomer zijn er een aantal populaire bestemmingen. Nou ja, je ziet dat de traditionele landen Spanje en Portugal wederom heel erg populair zijn. Maar ook Griekenland heeft vorig jaar natuurlijk een enorme comeback gemaakt. En ook voor dit jaar is dat weer een hele populaire bestemming. En zo'n Kroatië rondom de Adriatische Zee is ook wel echt een winnaar voor komend jaar. Nieuw dit jaar is het zogeheten blootstraatje, waar extra aandacht wordt besteed aan naaktvakanties. En die zijn behoorlijk populair. De zon is over je hele lichaam heen, dus dat voelt al gewoon, gewoon heerlijk aan. Ja hoor, waarom niet? Ik bedoel, je kunt overal relaxen. Het geeft misschien een soort van vrijheid, maar dat is moeilijk uit te leggen. Dat is gewoon prettig. Nou, als we nu kijken hoeveel mensen er al naartoe gaan en hoeveel mensen er opmerkingen over plaatsen op social media, denken we dat een hele goede zet is geweest. Er is natuurlijk een niche groep die dat doet en die bedienen we hiermee. Maar er zijn genoeg bezoekers die er niet aan moeten denken om naakt over de camping te flaneren. Nou, mijn dik buikje, dus is geen kijkgelijk. Ja, ik vind het meer voor oude mensen, denk ik. Ik ga nu alleen op vakantie en ik zie mezelf als man niet alleen op een nudiste camping rondlopen, moet ik eerlijk zeggen. Ook voor de toeristen die niet naakt willen, is er voldoende inspiratie op te doen op de vakantiebeurs. Dat zal zijn ofwel Portugal of IJsland. Nou, we gaan naar Bali, omdat daar zo lekker relaxed is. Hele mooie natuur, goed klimaat. Wij gaan een cruise maken bij de Canarische Eilanden met de boot.